Goeiedag beste leerlingen en welkom bij deze derde digitale lesweek. We gaan het deze week hebben over soorten taal en jullie gaan ook nog een luisteropdracht krijgen. Voor die luisteropdracht volgt er geen filmpje, alles wijst zichzelf uit, dus dit is het enige filmpje van de week. Je zal daarnaast ook merken, als je je cursus neemt, dat er erg veel luisterfragmenten in de cursus verwerkt zijn. Je kan dus niet alles invullen op die pagina's. Ik zal in de PowerPoint in dit filmpje aangeven wat wel kan. De rest moet je dus niet maken. We gaan het even hebben over soorten taal. Dat is eigenlijk wel een heel fijn onderwerp. Wel spijt dat ik het niet in de klas kon geven. En we starten natuurlijk met jongere taal. Kijk even naar de cartoon rechts, je zal het wel begrijpen. En je mag ook even naar deze video kijken. Die vind je als je naar Smart School gaat en deze PowerPoint via documenten kan openen. En dan natuurlijk, als je gekeken hebt, is eigenlijk de vraag, begrepen jullie wel nog alles? En was het eigenlijk nog grappig? Het filmpje is al vrij oud, maar dat valt wel mee, dat kan niet zoveel kwaad. Maar het gaat natuurlijk over jongerentaal. En als er nu iets is dat erg snel verandert, dan is het wel jongerentaal. Ga maar eens een kijkje nemen op pagina 388 en 389 en jullie kunnen opdracht 18 en 20 maken. De opdrachten die daarvoor en daartussen staan, moeten jullie dus niet maken. Nu, wat is er nu zo fijn aan jongerentaal? Jongerentaal is natuurlijk anders dan het algemeen Nederlands. Het ziet er compleet anders uit. Naar rechts zien jullie ook een vrij oude cartoon, want jullie sturen zo geen berichten meer naar elkaar. Dit was toen de sms nog maar net bestond en het eigenlijk voor elke klinker, elke letter die je typte, kostte het geld. Elk sms'je dat je stuurde kost je geld en die waren altijd erg kort. Ondertussen gebruiken jullie terugklinkers, maar jullie schrijven dingen graag fonetisch, zoals je ze hoort, of laten graag letters weg. Jongerentaal wordt ook gekenmerkt door eigen afkortingen en eigen woordenschat. In 2STB, ik had jullie al op bord eigen afkortingen en woordenschat laten schrijven. En toen bleek al gauw dat heel veel van de afkortingen die jullie zien als jongerentaal, dat die eigenlijk al lang meegaan. Maar er zijn zeker woorden die elk jaar opnieuw uitgevonden worden en ook weer terug verdwijnen. En er zijn ook heel vaak grammaticale regels die niet tellen. Maar dat wil niet zeggen dat binnen jongerentaal alles mag. Jullie voelen al gauw aan dat er een paar ongeschreven regels zijn. En ook die veranderen snel, maar ze zijn er wel. Denk maar eens aan die keren dat je geprobeerd hebt om in een keer eens jongerentaal te gebruiken van iemand anders en dat je daar totaal niet in slaagde. Je kan jongerentaal dan ook niet faken. Hier zijn een woordje dat uit de jongerentaal komt. Faken en chillen komen daar ook allemaal uit. Je kan dat of je kan dat niet. En jongerentaal verandert ook op vlak van groep waarin je zit. De jongerentaal die jullie gebruiken op botaniek zal bijvoorbeeld verschillen van die op Pietsenburg. En die van Pietsenburg zal nog erger verschillen van die van de Ursuline. En als jullie dan ook nog eens naar een andere stad gaan, dan gaan zij jullie jongerentaal belachelijk vinden en jullie die van hen. Jongerentaal is gewoon heel vluchtig. Bijvoorbeeld binnen een groep gamende jongeren gaat er een andere jongerentaal heersen dan binnen een groep meisjes bijvoorbeeld. Zij het gamende meisjes zijn natuurlijk. Dat gaat ook. Dus jongerentaal is heel vluchtig en heel moeilijk. Als je op YouTube gaat ingeven, jongerentaal, wat ik dus ook gedaan heb, al die filmpjes, weet je, ze zijn vaak niet echt grappig. Het filmpje dat ik jullie heb aangeraden is het enige dat eigenlijk nog een beetje succesvol is, al is het, ja, verouderd. Maar jongerentaal veroudert dan ook binnen de paar maanden. En dat maakt het zo moeilijk. Er zijn heel veel filmpjes waarin jongeren de straat optrekken en gaan vragen aan mensen, hey, begrijp je wat ik zeg? En dan rammen ze er jongerentaal door. Maar natuurlijk begrijpen die mensen het niet, het zijn oudere mensen, en vaak komen die mensen helemaal niet uit hun sociale kring. En helemaal en nog vaker begrijpen jullie hun woorden niet. En dan is eigenlijk het leuke er helemaal vanaf. Dus jongerentaal is supervluchtig en ook niet fout. En per leeftijd is het ook anders. Jullie weten goed genoeg dat die van het derde en het vierde middelbaar eigenlijk een beetje met jullie lachen. En dat die van het vijfde en het zesde middelbaar eigenlijk een beetje met die van het derde en het vierde middelbaar lachen. En dat die van Thomas More, de hogeschool, eigenlijk lachen met heel de middelbare school. Dus hoe ouder dat je wordt, jullie voelen je nu het tweede middelbaar, jullie voelen je al een heel pakje cooler dan die van het eerste middelbaar, een heel pakje groter. Maar je merkt al gauw, er zitten nog heel wat leeftijden boven jullie. En per jaar ga je je een beetje beter, een beetje cooler voelen en ga je nog een beetje harder lachen met jezelf onder jullie zitten. Dat is niet erg,
Iedereen maakt dat mee, maar jongerentaal is dus super afhankelijk van allerlei verschillende factoren. En natuurlijk, het is enkel voor een beperkt groep. Het gaat hier eigenlijk alleen maar over jongeren. Want wat zien we hier in het krantenartikel? Bro, we verstaan onze kinderen niet meer. Ik kan dat eerste woordje totaal niet goed uitspreken, dus ik kan me goed voorstellen dat jullie allemaal gelachen hebben. Want jongerentaal is inderdaad alleen voorbehouden aan jongeren. Denk maar aan jullie ouders die al eens een keer geprobeerd hebben jullie na te doen. Er is niks zo grappig dan dat. En je ziet hier van boven ook staan, hè? Soms lijkt het alsof de kroost een andere taal spreekt. Eén advies, probeer het vooral niet zelf. En dat is wel het beste advies dat je kan geven aan ouderen. Het is zeer beperkt, zeer vluchtig, zeer regio bepaald. Vandaar dat het onmogelijk is om het aan te leren. Je moet erin zitten en je moet ermee mee zijn. En je kan het ook niet nadoen. Als jouw jongerentaal niet die jongerentaal is van de groep waarin je zit, probeer het dan niet. Dat is zoals ze dialect proberen nadoen. Dat lukt niet. Dat klinkt belachelijk. Dat is ook niet erg. En dan gaan we naar het volgende deel. Op jongerentaal slaat iets totaal anders aan. Vaktaal. En dan zitten we in onze cursus op pagina, even kijken, 390. Maar voor je daar gaat kijken, heb ik een quiz gemaakt op Smart School. Die staat niet op punten, maar je mag die maken, want het is grappig bedoeld. Het zijn allemaal woorden die gebruikt worden door een bepaalde groep van mensen, maar die vaak helemaal niet gekend zijn door het grotere publiek. Dan is natuurlijk de vraag, ga eens kijken. En dan kan ik jullie volgende week laten weten wie de hoogste score gehaald heeft en dus de meeste vreemde woorden kent. Of het beste gehoopt heeft. Het is altijd wel fijn. Je kan even pauzeren en je kan de quiz even gaan afleggen. Nogmaals, het staat niet op echte punten. Nu, wat is vaktaal? Bepaalde groepen en beroepen gebruiken altijd bepaalde termen. Het is nu eenmaal zo dat je binnen een bepaald beroep dat je een aantal voorwerpen, handelingen, dingen tegenkomt, die je vaak tegenkomt, en die hebben dan een specifiek woord. Denk maar aan een slager. Die gaat niet zeggen, ik ga die kip nu even verhakken. Die gaat het opdelen in een bil en een bout en een bot en een borst. Die gaat alles opdelen in welk onderdeel van het dier dat hij nu op dat moment vast heeft. Die gaat geen koe eten, die gaat rubikes eten, net zoals wij dat ook doen. En doorheen je leven ben je ook lid van meerdere groepen. Jongerentaal is eigenlijk al zo'n groepstaal. Maar er zijn er nog veel meer. Bijvoorbeeld binnen jouw familie kan er een bepaalde groepstaal heersen. Binnen bepaalde beroepen, binnen bepaalde groepen. Je ziet hier ook bij de cartoon, zie je bijvoorbeeld een zeer gekende groep, dokters. Probeer het maar eens te lezen, wat die ene zegt. En hier heb ik een aantal groepen opgelijst. Denk bijvoorbeeld aan gamers. Gamers hebben een heel specifiek taalgebruik dat we extreem hard associëren met groepstaal. Zij gaan afkortingen gebruiken, termen gebruiken, aanvalstermen, zaken om snel met elkaar te kunnen communiceren. Dat is vakjargon, zoals we dat ook wel noemen, vaktaal, dat helemaal niet toegankelijk is voor iedereen. Of hier, leerkrachten. Het zal je misschien al wel opgevallen zijn dat leerkrachten onderling ook soms Chinees gebruiken. Als ze bezig zijn over scoren en puntenboeken, kunnen jullie nog wel volgen. Maar als het gaat over bijvoorbeeld vanin en vanne, Pelkmans en de leerplandoelstellingen en al die zaken, dan wordt het voor jullie alweer wat moeilijker. De dokters en verplegers, ze komen hier terug. Zeer gekend natuurlijk. Een dokter kan niet zeggen, ik ga een been opereren. Nee, die moet echt wel weten wat hij aan dat been gaat opereren. En je ouders natuurlijk. Ouders hebben onderling ook al een andere groepstaal. Als ze bezig zijn over pampers, lukt het nog wel. Maar er zijn heel wat andere termen. Of ze gebruiken gewoon andere woorden in jouw bijzijn. Of denk maar aan het beroep dat zij hebben. En dan mag je eens gaan kijken op je cursuspagina 390 tot 396. En mag je daar die oefeningen gaan maken. Zoals altijd verschijnt volgende week daar dan de verbetersleutel van. De kenniskoffer op pagina 397 moet je zeker eens goed lezen, want daar staat veel belangrijke informatie in. Nu, voor die oefeningen mag je altijd het internet erbij nemen, want ze gaan jou bijvoorbeeld vragen of je bepaalde woorden kent en of je die, dan moet je die ook gaan opzoeken. Dus bijvoorbeeld Grand Slam zegen en een backhand en een compact camera. Maar ze gaan jou kennis leren maken met verschillende groepen. Bijvoorbeeld, wat wordt er in de cursus gezegd? Even kijken. Het gaat over tennissers, het gaat over fotografen, het gaat over natuurwetenschappelijke termen en zo verder. Dus nogmaals, je maakt doorheen je leven deel uit van verschillende groepen. Alleen al binnen jouw hobby, als jij judo doet of je gaat tennis spelen,
Eender welke hobby heeft een bepaalde vaktaal die niet zomaar te begrijpen is. En als je daar voor de eerste keer binnenkomt, ja, dan ga je helemaal niet kunnen volgen. Maar je leert gaandeweg daar deel van uit te maken. Net zoals dat jongeren ook een bepaalde groepstaal is. Maar jongerentaal verandert nog veel sneller. Een dokter kan niet ineens van een knieschijf een bobbel op je knie maken, bijvoorbeeld. Dat gaat niet. Het moet een knieschijf blijven. En dan als laatste hebben we ook de taalregisters. Nu, wat zijn dat? Afzonderlijk van een bepaald groepstaal of jongerentaal, ga je soms ook beleefder spreken dan andere keren. Dat hangt er maar vanaf met wie je aan het praten bent. Ik probeer nu bijvoorbeeld mijn best te doen om netjes aan te praten voor jullie, zodat ik duidelijk ben. Als je met meneer de directeur gaat praten, ga je bijvoorbeeld een heel pak beleefder praten. Of als je naar mij mailt, hoop ik ook dat je een ander taalgebruik aanneemt dan wanneer je met je groepen mailt. Met je vrienden. Dus een taalregister is welke taal ga ik gebruiken. En je kan daar vaak kiezen tussen vertrouwelijk en beleefd. Bijvoorbeeld in de cartoon, die Indiaan is een beetje de beleefdheidsvorm vergeten. Andere talen hebben dat ook. Wij gebruiken bijvoorbeeld het woordje u als we beleefd willen zijn. Nu, ondertussen is het woordje u in de jongere taal ook binnengeslopen en gebruiken we de jongeren u steeds vaker als gewoon een vervanging van je en jou en vinden ze over langer hoe meer dat jou net veel te netjes klinkt. Mag ik jou boeken alsjeblieft? Klinkt netter als mag ik u boeken? Dat klinkt gewoon heel anders. Nu, normaal gezien is het woordje u in het Nederlands voorbestemd als beleefdheidsvorm. De Nederlanders bijvoorbeeld houden zich daar nog sterker aan. En in jullie cursus zien jullie voorbeelden van het Frans en het Duits. In het Frans gebruikt men vous, dus een meervoudsvorm. En in het Duits doet men dat ook, gebruiken ze sie, ook de meervoudsvorm, maar dan met een hoofdletter. Het Engels doet dat niet meer. Het Engels had dat, thou en die, maar dat wordt al lang niet meer gebruikt. Je komt het nog tegen in Shakespeare bijvoorbeeld, maar verder niet meer. Dat mogen jullie ook oefenen op de cursus op pagina 398-400. Een aantal van die vragen ga je met je eigen kennis moeten invullen. En je gaat vooral moeten kiezen, gebruik ik nu beleefde taal, gebruik ik nu de je en de jij, of gebruik ik eerder de beleefde taal, de u, of gebruik ik de jou en de je. Denk daarbij aan die voornaamwoorden, dat je een w er alleen maar achter zet wanneer het een bezittelijk voornaamwoord is. En dan krijgen jullie een taak waarin jullie in verschillende situaties gaan moeten dezelfde boodschap overbrengen naar verschillende mensen. En de boodschap is dat je oma in het ziekenhuis ligt met het coronavirus. En je moet dit laten weten aan verschillende mensen. Ten eerste aan je beste vriend of vriendin. Aan de huisarts van je oma. Die moet natuurlijk op de hoogte zijn waar jouw oma plots naartoe is. En aan jouw tante, de dochter van je oma. Die moet natuurlijk ook weten wat er aan de hand is. Met iedereen wissel je minstens 4 berichten uit. Dus je start telkens met een bericht van jouzelf aan die persoon. Dat mag een mail zijn, dat mag een bericht zijn, dat mag een telefoongesprek zijn, dat kies je zelf. Bijvoorbeeld, hey, ik heb een nieuwe game gekregen. Dan antwoordt de andere persoon, cool, de welke? En zomaar ineens. En zo ga je verder. Je bepaalt dus zelf waar het gesprek naartoe gaat en wat je precies gaat zeggen. De enige regel is dat je in je eerste bericht laat weten aan die persoon dat jouw oma dus in het ziekenhuis ligt met het virus. Maar je kiest zelf wat je verder gaat laten weten. Of het erg vindt, of het erg is, of ze medicatie moet krijgen. Dat kies je allemaal zelf. Ik heb hier in mijn voorbeeld nog altijd net AN gebruikt. Maar natuurlijk, als jullie schrijven naar een vriend of een vriendin, dan doen jullie dat niet met nette beleefde AN. Dus je mag spellingsfouten maken. Je moet je niet aan het AN houden. Je gaat echt op die manier met elkaar communiceren alsof je dat echt via WhatsApp zou doen. En bovenaan geef je aan welk register of welke taal je gebruikt. Nu, om alles nog een beetje duidelijker te maken, vind je op Smart School deze opdracht helemaal uitgetypt, met daaronder ook al de kadertjes klaargemaakt voor jullie, zodat je daarin gewoon je gesprek kan typen. Je gesprek mag langer zijn, maar het minimum is 4. Ga dan nog eens rustig nalezen. En inderdaad, in het Vlaams is het soms verwarrend dat we die u en die u steeds vaker als vertrouwelijk aan het gebruiken zijn. Maar hou het nu nog even aan dat de u en de u beleefd zijn, want dat is ook wat de cursus aanhoudt. Ik hoop dat dit duidelijk was. Het is een erg fijne les over jongerentaal, vaktaal en taalregisters. En als er problemen zijn, zie ik jullie op de live sessie.